We zijn nu op het trein en we gaan naar Brugge. We gaan maar gaan kijken naar Kaartenmarkt en weet wat uw schieten zit er is. Ik ben er nog nooit niet geweest, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga samen met mama. Hier is mama. Hallo. We hebben heel lang op het trein moeten wachten. Ja. Maar wij zijn er nu. Hier is een plein. We zijn aangekomen in Brugge. Nu ga je nog een beetje zoeken waar de uitgang is. En dan kan ik aan mijn lopen. Oh, zo is het accepteren. We zijn in een John beland. Dat je dat naartoe gaat naar Belfort. Dat moet je zeggen. We zijn aangekomen op de Kerstmarkt. Allemaal lekker mee krijgen. Dat is vet lang. De bos is wel altijd nog niet open. Die zullen ze nog moeten bakken. Ik ga maar op uw plaatsje alleen de tijd kijken. Hè. Kijk, hier heb je ook suikers in. Ja, ik heb ook suikers in. Dingen. Ik voel het bij mijn hoofd. Als je die moet hebben, is er ook gewoon die dingen zo. Die je altijd graag eet. Ja. We gaan eerst deze kant doen, dan doen we zo de andere kant. Omdat je maar één kant tegelijkertijd wil wonen. Ja, ik heb een kerstmarkt gaan kleine kerstmarkt. Maar we zien dan wel, hè. We zijn eerst hier beginnen. Ik heb al gezellig. Ik hier kunnen we de chocomelk krijgen. Een groenwijn. Maar dat is niet zo voor ons eigenlijk. De chocomelk nu wel, maar ik heb dan meer een groenwijn. Dat wij niet moeten hebben. Daar hebben we een speciale kerstbol. Ja. Als je die nu nog ding hangt. Kijk. Ze moeten al vernieuwen. Ze vernieuwen het nu al de mode van. Hey, allemaal. Dat is nog zijn voor de pomen. Dat is schoon ook. We zijn toch al die schone bomen weg van vroeger. Het is ook een spiet. Kan je al wassen? Ja, dat is waar. Kan de spiet van weg zo wassen? Ik geloof het, ja. Ik zal er echt voor de pomen zijn, denk ik. Zo mooi. De kerstman. Super. En daar heb ik nog van die hele grote ballen. Daar heb ik echt al grote ballen. Kijk, een piek. Ja, dat meen je niet, maar het is een beetje moeilijk worden. Zo, wie gaat kost het? Moet u straks eens vragen wat het kost. Wie denkt dat je dat hebt? Als jij een handschoen moet hebben. Nee. 10 euro, hè. Valt nog mee, dat is altijd op de markt. De rest begint te vliegen, oké, maar niet. Dat zijn dan die kerstbollen die je de kinderen moet halen. Ja, dat is een klein. Dan met de kant erop. Ja, ik moet je hem hebben, hè. Ah, ze leven nog, de mannetjes. Die zitten dus ook staan, thuis. Hier hebben ze nog handschoentjes. Dat is wel mooi.
Met kerstmis, hè? Bij u. Hier zijn ook schone dingetjes, kijk. Het zijn allemaal kaarsjes. Kijk. Dat zou nog iets zijn, hè? Dat zou Erika moeten hebben. Zijn. De kerstman erop. Dat zou je nog aanraden, hè? Ook kom maar van 5 euro is, hè? Hier nog met ze. Als je naar de wc moet. Hier, kijk. De snoefjes. Van dat monster. Dat is nog iets voor de mensen. Hier liggen er trouwens nog. De gloewing. Dat is echt iets als kerstmis. Hè? Maar dat is iets dat wij niet lust. Hier is de ijspiste. Hier is echt een open lucht dat je kunt gaan. Als je een wiel moet hebben, dan kan je een wiel kopen. Wie spuugt water? Nee, maar nu niet meer. Die is al jammer, ja, water. Tegenwoordig, als je bier kunt drinken, hier we gaan eerst zien. Wie is al een kwik om te eten? Ik heb het niet proberen, want dat is niet zijn vanaf. Kijk. Je kunt truien kopen. Je kunt zien in de jasjes. Kijk, hier. Pinguïn sokken. Ja. Dat is echt wel die kleine stoefjes. Dat zou nog passen bij de kat. Ik heb sokken. Dat is wel simpel. Kleurbrug ook. Ja. Waar is de portemonnee? Oh ja, maar echt. Kijk hoor. Hier hebben ze zo'n beer van Kuurbrugge. Ze hebben daar een beer van Kuurbrugge. Ja? Ja, een kleine beer. Een kopper? Nee. Oh mijn god, dat is jongen. Ah. Ik zou eerder dingen opkopen. Ik ben een grote fan. Echt zo. Drinkt de Nederlands vanaf? Het was 8 euro voor een beestje. Ja? Dat is een paard. En die hebben ook nog een. Dan moet je trekken. Moet je trekken. Dat zie je niet elke dag, hè? Er is sowieso geen paard en al geen. Die hebben een kerstmis op zich. Prachtig, hè? Oh ja. Schoon, hè? Ja, absoluut. Mooi. Ja, mooi. Je zit ook gewoon, hè, van mensen te zien, hè? Die doen. Die voelen de toeristen zo wel van de ene naar de andere kant. Dus de prijs weet ik niet zo echt van. Het moest dus wel iets leuk. 50 euro. Ja. 50 euro. Mensen die dat moeten weten, 50 euro. 50 euro voor een koets. 50 euro voor een koets. Dat is wel, vind ik wel veel geld. Hè. Ja. Ik kan veel geld. Hier kun je de prijs zien trouwens. Dat vind ik wel veel geld. Allee, ik vind dat wel. Ik vind dat wel geen geld als je nu zegt, ik ga bijvoorbeeld de straat ver en je moet 50 euro betalen, kost wel geld. Zeker weten. Ik zou het er niet aan geven, dat koop ik liever. Dan koop ik liever wat beren of sjaals, als ik nu bruggen, dat kan bewaren. Hè. Dat is leuk, maar dat is echt iets. Maar ik zou geen 50 euro geven voor mijn koets te rijden. Dat kan toch niet? Dus. Dat is toch veel te duur? Maar ja, als je dat moet betalen, ik zeg bijvoorbeeld 5 euro. Het is gewoon op het centrum van Brugge dat je rijdt. Ik zou het er niet aan geven. Ja, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Het stond wel op. Ja, dat is misschien voor. Hier, dat is een stukje.
Of van kijk kant u? Ja, kijk, we gaan over zwijgen. We moeten, er toch niet zijn voor in te stappen. Dus gaan we er ook niet over uitweiden. Nee, we gaan nu kijken naar de schijken hier. We zijn altijd op de kerstmarkt. Dat vind ik wel mooi. Kijk, dat is wel mooi zo met die trolletjes op, dat het niet aan het trol is. Want ik ken ze niet zoveel van figuurtjes. Dat is wel prachtig. En nu moet je alles zien. Prachtig. Wauw. Je weet dat er veel dingen kopen voor kerstboom. Maar iedereen is verschil. Kijk ze van die. Echt wel uit Rusland. Dat is echt wel mooi. Dat zien we hier bij ons niet op de kerstboom. Dat is wel prachtig. En dat is voor te spelen, echt voor te spelen. Wauw. Hier is het, kijk. Voorzichtig dat we niet uitglijden. Als je echt. Het ijspiste. Mooi, hè? We moeten naar het tweede deel zoeken, zeker van de kerstmarkt. Want dit is maar een deel, denk ik. Vind je het verkopen? Oh ja, maar dat is wel kleiner dan anders. Ja. Kijk, dat gaan we doen. We zijn nu in het museum van Gebruik. Dus gaan we nu eens kijken wat er eigenlijk allemaal staat. Hier zijn een paar foto's. Hier thuis. Ja, dat moet ik toch proberen. Kijk, dat is de beker. Ach, misschien de vis afzet, misschien wel. Hè. Dit zijn de bekers. De truitjes van vroeger. Ziet u? De balletjes waar ze vroeger mee speelden. Dat is zo wat het eerste teken gaat. Hier. Kijk. Deze. Kijk. Wauw. Ik een foto van maken. Die ken je wel, hè? Dat zijn ze allemaal. En hier zie je ook zo de bordjes.
die is wel... Nee, we zitten helemaal uitsteken. Want ik wist dat ik het roos heb. Ja, van Berlin bracht juist. Als het allemaal goed komt, hè. Daarom voorzien we een tribune met zo'n 500 plaatsen. Naast de 1 van de 4 tribunes. Liever met een specifieke punt. Er komt wel een beeld, hè. Ja, maar ja, dat is vast groter vragen. Hier is het stadion. En hier zit ik. Wel iets om echt wel te bezichtigen. Hè. Het is wel leuk en leerrijk ook wel. Ja, als je er fan van bent, toch? Dus is dat misschien niet zo interessant, maar ja, voor mij dus wel. Hè. Ik vind dat wel iets hebben. Eigenlijk. Dat is echt om kieken wel wat te krijgen. Kijk, probeer je met de quiz? Ik ga de quiz proberen oplossen. Mijn naam is Tik en Ben op de start. Zo. Op start. Ik ga alles voor. Hoe vaak ga ik af? Als het fout is, is het normaal, hè. Spelen van Club Brugge in maart 8 uur komt het van maart. Nee. Ah ja. Ja, Lemmers kan alles in seizoen. Hallo, ik dacht dat nog, ja. Och, we hebben er toch 3 juiste. Dat is 3 van de 7 is eigenlijk al goed, we hebben er maar 4 fout. Dus in principe hebben we het wel goed gedaan, hè. In principe is er wel eigenlijk bekijkt. Zullen we eens aan de andere kant gaan kijken? En dan ga ik al een beetje trekken. Als we zien, kijk. Met het nieuwe complex kan Club Brugge zelf afzonderingen organiseren. Om onder meer samen de wedstrijd voor te bereiden. Of Club kan een stage inplannen. Ja, dat kan. Zonder dat we 2. Ik had er 3 juist. Dat is toch 3, hè? En kijk, dat is goed. Ja. Middelmatig, want er waren 7 vragen. Dus is dat toch goed? Ik heb maar eerder goed. Ze van die hoedjes zo. En mutjes. Ondertussen zijn we terug op de kerstmarkt, maar dan een andere kerstmarkt. Dan nog in Brugge. Ja, nog in Brugge, dat wil ik ook eerst zeggen. Hier heb ik voor te eten.
komkommelk is overal te vinden. Hè. Dus je moet ook iets eten in de kamer. Met de caravan zit, kijk. Dat wij hier ook hebben. Dus zal dan ook al zo, denk ik, ja, zo dat zijn. Een draaimolen zeker altijd zijn, hè. Ik kan dat niet goed zien. Nee, ik denk wel een draaimolen. Het zal een draaimolen zijn. Het is iets voor kinderen, dat is meestal een draaimolen. Oké, nog een straf aanhalen. Kaas. Oh, verschillende kaas. Kijk, als allemaal verschillende kaas. Je hebt ook uw kaas, hè, want je eet altijd kaas van Brugge. Je zal het uitzenden, dus als je straks komt, dan kun je dat proeven. Kijk, allemaal andere verschillende dingen. Vandaag. Kijk. Ik kan eens proeven als je dat wilt. Kijk. Speciale dingen. Bernard, sugar free. Ja, sugar free. Dat is voor wie dat moet je kopen. Sugar free. Er zijn toch twee zangeressen? Ja, dat zijn wel speciale snoepjes. Zelfs sugar free op is hier al. Maar waar is snoepvorm? Vorige keer in Blankenberg hadden we de grietjes. En die hebben sugar free. Dat is zo hetzelfde als we het net hebben gezien. Kijk, zo echt zo van die. Kijk. Plastic. Steentjes. Wat steentjes. Die kan ook, kijk, dat is ook al mooi. Moet je zeggen, dat is mooi, hè? Ja. Dus als ik zou moeten kiezen, dan weten dat ik die kerst moet pakken. Misschien wel, ja. Om te kijken. Zo mooi zo'n kerstman zo. Maar ja, dan kunnen we daar ook weer heel het jaar uithangen, hè? Kerstman. Ja. We moeten van Sinterklaas moeten hebben. Ja, die, als ik Sinterklaas is en een jachtjapon, hè? Dus iets zeggen. Ja, dat is wel waar. Eigenlijk hebben we wel een beetje juist gelopen daarnet, hè? Ja, maar een klein beetje verkeerd. Hè? Dat heb je ook wel een beetje juist. Maar het is wel leuk om ons eens mee te maken in de geschiedenis en zo. Ik wel. Ik doe eigenlijk over de opa ooit gedaan heeft. Hè? Dus eigenlijk hetzelfde, hè. Opa kwam hier dan ook. Hè? En wij doen juist hetzelfde. Je moet je herinnering ophalen. Hè? Ja, inderdaad. Ja, Loos moet dan. Nee, toch niet. Hier. Ik vind je ook goed van die dingen, stokjes. Nee. Dat is echt, maar dat is echt wel kerstmis, dat is stokjes. Ja, ik kom met die ideeën zo van. Kijk even. Dat is wel mooi, hè. Stokjes zijn wel 35 cent. Dat is toch niet duur, hè. Ik heb het nog niet gekregen. Het zijn allemaal beeldjes. Kaartspel. Mooi. En nu was het maar 30 degrees, maar dan tot hem in de tampon. Dan begon ik het niet. Hoi. Ik voel dat ik hier zo sympathiek voor het zien. Ja, dat is dat vind ik ook al mooi, zo van die lusjes. Ja, dat dacht ik al. Kijk, zo van, als je echt een sneeuwman wilt, hè. Kijk, een sneeuwman. Een Rudo, denk ik. Sneeuwman. Als je zegt, het sneeuwt niet meer, dan kunnen we een sneeuwman kopen.
Je hebt ze nog van die huis. Oei, 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 mogen we dingen denk dat we. We zijn wel zonde mensen eigenlijk, hè. We maken ons ene kant voor jou los. Maar ja, we hebben herinnering van de een, herinnering van de andere. Dus ja, dat hoort erbij. Ja. Oh, mooi. Dat is zo mooi, hè. En die andere. En de bier. Als je oorspjes wilt hebben, moet je niet zijn. Kijk hier. Wat? Er zijn allemaal hoefjes in de rentier verkleed. Hoefjes. Dat zijn chihuahuas. Zie je dat er chihuahuas zijn? Ja. Wauw. Kijk die, maar dan weet ook wauw, dan ga je trekken. Denk ik. Dat ga ik niet laten staan. Nog een mutsen en zo. Ik laat er geen kou leiden. Nee, of je die mutsen. Kijk, wauw. Kerstal. Dat hoort erbij, kerstalken. Ja, dat wil ik. Hier is een kerstalken als je. Wel mooi. Een Bergakkerk. Nu al ziet van een lekker bossenboot van. Dan gaan we maar eten bij de kwik. Dan gaat ze friet. Alleen maar hamburger. Moet ik het ramen, ja. Ik heb nog ook niet kiezen, hè. Daar is het van genieten. Aandacht, aandacht! Aandacht, aandacht, beste bezoekers! Hier reist u terug in de tijd naar het Brugge van de middeleeuwen. Welkom in het historium! Oh jee, dear visitors! You are about to travel back in time to Bruges in the Middle Ages. Welcome to Historium! Die was het alweer. Dan moet je dat eens bureau, hè. Maar eerst hier is het bureau. En voor één volgt, ja. We zijn nu op het zand. Super vuur dat ik het heb gevonden. Ook een beetje dankzij Sandra. We was ons ook niet uitgelegd gisteren. Maar ook eigenlijk ook omdat we dat gebouw herkenden en meteen zagen dat we hier moesten zijn. En nu zijn we op de ochtend van een meisje, dat gaan jullie zien op Facebook. En die hebben we het team gezend. We hebben toen niet, ik laat ze eruit zien. Dus ze zal ik op Facebook of niet, ja, dat weet ik nog niet, maar ze moeten wachten. Super blij. Ik heb haar gevonden. En je zou het vloggen, hè? Ah, ja, ze gaan vloggen. Ja, ik vlog altijd. Hè. Dus ik heb haar gevonden. Ja. En mama is ook nog altijd twee. Ja, ik ben er ook. Zullen we zo. Dan gaan we nu naar het station. Ja, ik maak allemaal filmpjes. Ga je naar het station? Ja, ja. Altijd een goed terug. Ja. Ja. Ja, die andere een bus, hè. Ja, het station weer. Ik vind het goed gaan, hè. Ik ga het goed. Ja. Wij zitten nu op de trein en we gaan terug naar huis. Het was super leuk. We hebben heel veel gebouwen gezien. En het was echt om te genieten. En wij komen zeker van de zomer nog eens terug. Ja. We zijn nu laten aankomen en we gaan met de bus naar.
Ondertussen zijn we thuis. En hier sluit ik er ook de vlog van Brugge af. Bedankt om te kijken. En laat zeker een duimpje achter en abonneren voor geen filmpje te missen.